Welkom bij het webinar over retail. Mijn naam is Annette van Baarle. Ik sta hier naast Harry Bijl. Hij is degene die het webinar gaat geven. Harry Bijl is heel erg bevlogen als het om retail gaat. Hij werkt als inspirator en innovator bij In Retail. Het is de grootste non-food brancheorganisatie van Nederland. Hij volgt alle ontwikkelingen op het gebied van retail op de voet. En hij wil je graag meenemen in al die nieuwe ontwikkelingen. Wat gebeurt er op het gebied van retail? En vooral ook, hoe kan jij daar als medewerker van een winkel op inspelen. Dit webinar, Retail verandert, verander mee, bestaat uit 3 delen. Je kunt ze allemaal los van elkaar volgen. Dit is webinar nummer 2, gaat over inspireren en informeren. De andere webinars gaan over begrijpen en zien en over verbinden en verkopen. Nou, wat gaan we in dit webinar doen? Het gaat heel erg over verhalen vertellen en communiceren. We beginnen met: welk verhaal vertel jij? Dan gaan we over hoe communiceer je. We vatten alles nog even kort samen. En laatste facet is even uitleggen hoe je nog je vragen kunt stellen. Ik denk dat we moeten beginnen, Harry. Met het eerste deel, inspireren. Welk verhaal vertel jij? Kun jij relevante verhalen vertellen op het juiste moment? Dat is een beetje waar het om draait in de winkel. Wil je daar iets over zeggen? Ja, het begint natuurlijk bij de kennis die je nodig hebt, zeg maar, van de producten. Hè. Dus dat zijn verhalen, maar ook misschien wel het meest simpele. Waar staat je winkel en hoe trots ben jij op de omgeving waar je werkt? Ik vind niets dodelijker dan wanneer je bijvoorbeeld naar een winkel gaat en je vraagt iets aan iemand in de winkel. Ja. En daar zegt iemand: ik weet het niet, ik woon hier niet. Ja, dat is dodelijk. Hè. Als bezoeker, als gast van een winkel, hè, wil je graag gewoon horen van: hey, leuk, hier om de hoek zit een goede kapper. Of daar zit een leuke broodjeszaak. Ja. Die verbondenheid, trots zijn op je omgeving. Dat voelen mensen, dat zien mensen. Het maakt het ook zoveel leuker. Ja, dus echt je eigen straat en je eigen buurt kennen. Ja, en niet daar, als een zon. En ook iets meer doen dan in niet, ik ga vaak in winkels zitten. En als het mooi weer is, mag ik heel graag om 8 uur al op een bankje gaan zitten. Ja. En kijken hoe een stad, waar dan ook, tot leven komt. En dan zie je heel vaak winkelmedewerkers. Ik heb het zelf ook gedaan, winkelmedewerker. Ik weet waar ik het over heb. Ja. Dan zie je mensen gewoon als een soort zombie gewoon naar beneden kijken, het op hun mobiel, gewoon naar hun werk gaan. En dan gaan ze voor de rolluiker staan wachten. Ja, hoe leuk is het dat je gewoon om je heen kijkt, dingen ziet, weet welke winkels nieuw zijn, wat in de etalage staat. Ja. Het maakt het zoveel leuker. En maakt dat je straat ook leuker? Nou, ik denk het wel, want als jij uiteindelijk gewoon elkaar dat gaat gunnen en je vertelt elkaar en je brengt elkaar business, ja, dan heb je gewoon een meerwaarde. Ja. Ik denk dat je als winkelgebied ook een magneet bent met z'n allen. 1 afzonderlijke winkel maakt niet zo heel veel meer klaar. Maar gezamenlijk kan je heel goed het gevoel neerzetten voor al die bezoekers van: hey, daar wil ik bij horen. Ja. Een mooi leuk filmpje daarvan over hoe de Zwanenstraat in staat is geweest. Groningen is dat, hè? In Groningen. Ja. Om van best wel een moeilijke straat in 3 jaar tijd door heel goed samen te werken. Ja. Tot de beste winkelstraat van Nederland benoemd te worden. En daar zijn ze apetrots, geloof ik, hè? Nou ja, ga maar kijken. Je ziet het aan het filmpje. Jij hebt net wat gekocht in de leukste winkelstraat van Nederland. Ik heb wat gekocht voor de leukste straat van Nederland. Wat dan? Ah. Ik denk dat we met z'n allen in Groningen trots mogen zijn dat weer een straat na de Volkingstraat 2 jaar geleden. Nu de Zwanen en de Ellebogen, dat die nou inderdaad winkelstraat van het jaar zijn geworden. Van heel Nederland, hè? Kijk, we zeggen het vaak wel, er gaat niks boven Groningen. Maar op deze manier wordt het weer bewaarheid. En de kaas komt dan op de tweede plek. Met 3 winkels in de top 10. Nou ja, dat is, mag je hartstikke trots op zijn. Nou, de afwisseling vind ik vooral leuk van winkels. De Randstad kan dus eigenlijk nog wel wat leren van u hier. Nou ja, ik denk wel, als je het hebt over samenwerking, de manier waarop je elkaar dingen gunt, waarin je elkaar ondersteunt om volgende stappen te maken, ja, dat leidt wel tot het succes. Ja, want hij zegt dat ook even, samenwerken en gunnen, dat noem jij. Ja, zo mooi. We hebben het eerste webinar hebben het gehad over de micromoments van Microsoft. En dit is een mooi voorbeeld. Hè? De bezoeker, de gast, is iemand misschien die een dagje Groningen doet. Ja. En ze gaan niet een dag bij jou in de winkel alleen maar zijn. Dat is gewoon misschien wat je wil. Maar je gaat niet een dag doen over kleding kopen. Nee. Dus hoe leuk is het als je dan kan vertellen, hè, waar houdt u van, wat vindt u leuk? Nou, dan geef je nog eens een keer als superadviseur die locatie aan waar het lekkerste broodje op het terras te eten is. Of waar, als je gehoord hebt dat iemand van vis houdt, waar die super visboer zit. Ja. Ik denk, als je dat over kan brengen, dan ga je er zelf beter van worden. Mensen gaan blijer naar huis en zullen vaker gewoon terugkomen. Ja, en jij staat blijer in de winkel. En jij hebt het gewoon veel leuker, want je hebt veel meer gewoon dat je een team bent, gewoon wat groter is dan de eigen omgeving. En je bent afhankelijk van elkaar. Ja, en naast dat
trots zijn op de winkel, is er ook nog een andere rol weggelegd. Ja. Veel meer eentje die gaat over maatschappelijk betrokken zijn. Ja, dus je kunt op heel veel manieren verhalen vertellen. En wat ook gewoon op dit moment heel interessant is, dat je laat zien. Ik zeg wel eens, als je gewoon een normale kledingwinkel bent, ja, waarom zou je per se de voetbalvereniging moeten sponsoren? Je zou ook kunnen zeggen, weet je, wij zijn als damesmodezaak op een hele ander level bezig. En wij vinden het belang dat bijvoorbeeld jonge mensen, jonge vrouwen zich sterker voelen, dat ze gewapend worden en dat ze misschien wel meer zelfvertrouwen gaan krijgen. Nou, misschien is er wel een vereniging in de buurt die daarvoor staat, die daarmee bezig is. Maar je kan zeggen als winkel, nou, wij tonen ons betrokken, wij sponsoren dat, of wij stellen onze winkel beschikbaar, of we doen andere leuke dingen. Dat is invulling, dat mag je zelf doen. Maar laten zien dat ook de maatschappij om je heen, zeg maar, de lokale mensen, zeg maar, dat is gewoon interessant. Dat en die sportzaak je ook boeit in ieder geval. Ja, die sportzaak is misschien veel natuurlijker om die sportvereniging te sponsoren. Maar je kan gewoon nadenken, misschien wil wat je past, beide. Wat past bij je? Kloffie is een hele leuke mannenmodezaak, casual in Haarlem. Die sponsort het lokale restaurant. Ja. Dat zegt als ze daar mij aanbevelen, word ik daar blijer van. Want dan sturen zij mij gewoon heel veel klanten. Ja. We hebben nog een filmpje over maatschappelijk betrokken zijn. Zullen we daar nog eens naar kijken? Prachtig initiatief vind ik. En je zag het, het Leger des Heils. Dus natuurlijk, die hebben de reshare winkels. Het Leger des Heils neemt, ik weet niet of iemand daar thuis een idee bij heeft. Maar het Leger des Heils haalt per jaar meer dan een arena volgestapeld. Bijna 11.000 vrachtwagens aan tweedehands kleding op. En die kleding heeft zeg maar een tweede leven, een derde leven. Wordt gewoon hergebruikt. Maar wat het Leger des Heils ook doet, is bijvoorbeeld mensen zeg maar in dienst nemen die een arbeidsachterstand hebben. Dus die misschien bepaalde gaves niet hebben of die bijvoorbeeld bang zijn om in comfort, die autistisch zijn en niet zo makkelijk gewoon contact leggen. En het Leger des Heils en ook meer mensen zijn zich bewust dat je ook als winkel een podium kan bieden en dit soort mensen kan helpen. Ja. En dat gaat ook over betrokken zijn. Dus niet alleen hoe wordt een product gemaakt, maar ook gewoon hoe stel je mensen in staat om gewoon deel te nemen aan de maatschappij. Ja. En je hebt eigenlijk ook op een mooie manier een win-win situatie. Ja, ik denk dat consumenten, zeg maar, sorry voor het rotwoord, mensen, ik zeg het zelf nu ook verkeerd. Mensen, zeg maar, zullen het ook waarderen dat je gewoon lef hebt om dat te laten zien. Het gaat dan niet om hele grote dingen. Het gaat om dat kleine te doen wat impact heeft. En wat je ook echt voelt. Hè. Het heeft geen zin om na te doen en het te kopiëren. Nee, je moet wel recht uit het hart komen. Plikken mensen zo doorheen. Ja, goed. Over verhalen vertellen. Producten. Ja. Natuurlijk, uiteindelijk komen mensen naar winkels en is het natuurlijk al optioneel leuker maken, relevanter zijn, is wat meebepaald of mensen kopen. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk gewoon naar een winkel om een product te kopen. En het is interessant om te weten hoe dat product gemaakt wordt, waar het vandaan komt, wat de eigenschappen zijn, waar je het voor kan gebruiken. En het is vooral gewoon belangrijk dat je je verdiept. Zeg maar, dus filiaalbedrijven is interessant. Ik heb ook bij filiaalbedrijven gewerkt. Wacht niet tot de inkoop jou informeert. Maar als jij denkt van, zo'n leuk model. Wat is er nou bekend over dat model? Ja, schrijf een brief naar het hoofdkantoor en vraag aan de inkoper. Ja. Kunnen jullie een keer een avond iets komen uitleggen? Je ziet in winkels die met merken werken steeds vaker dat leveranciers in de winkel gewoon tekst en uitleg geven over de collectie. Hoe is die bedoeld? Hoe maak je de ideale combinaties? Ja, uiteindelijk wil je een klant lekker en efficiënt helpen. Dat kan alleen maar als je weet hoe je het verhaal moet vertellen.
maar ook waarom, zeg maar. Ja. Het gaat uiteindelijk om de inhoud van het verhaal. Want wat je wel veel hoort van mensen die in een winkel werken, zeggen ja, klanten die hier komen, mensen die hier komen, weten vaak ongelooflijk veel. Want die zijn zich al online aan het, ja, aan het oriënteren. Hoe kan je ervoor zorgen dat je, als je in de winkel staat, goed je verhaal klaar hebt dan? Nou, terecht punt. Interessante vraag. Ik denk dat het ook zit in die voorbereiding. Dus zorg gewoon dat je je niet laat verrassen door die klanten. Het moet niet een wedstrijdje worden, jij weet meer dan ik. Nee. Want dan ben je denk ik zo afgeserveerd. Ik denk dat gasten, mensen die in jouw winkel zijn, al weten ze heel veel, ze komen toch uiteindelijk gewoon heel gericht naar die winkel, omdat ze waarschijnlijk toch een missing link hebben. Ze willen nog net even die overtuiging, net dat laatste duwtje. En dat is dus gewoon de taak van de verkoop, of degene die het klantencontact heeft, bij de helpdesk. Goed luisteren, vragen waar de mensen nog een vraag over hebben. En dat kan er zitten waar we het net over hadden. Is het nou wel of niet duurzaam gemaakt? Ja. Maar je moet niet op dit moment een verhaal vertellen als iemand al zegt, nou, ik vind het zo mooi, ik ga nu de paskamer in. Dat, ja, iemand al eigenlijk in de paskamer staat om iets aan te trekken. Dat je dan gaat zeggen, oh ja, er zijn kinderhandjes, zeg maar, ja, misschien. Dat is gewoon het verkeerde moment. Nee, nee, nee. Dus je moet gewoon heel goed weten en aanvoelen, wanneer ga ik informatie introduceren. En zit de klant erop te wachten. Ja. Dus ga niet stolken, wacht gewoon tot mensen. Maar in ieder geval zorgen dat je een goed verhaal klaar hebt. Je moet het klaar hebben. Je moet het eigenlijk stapelen en voor jezelf gewoon een keer geoefend hebben op een rijtje. Je ziet toch gelukkig steeds vaker winkels die oefenen dat gewoon met elkaar. Ja. Ik heb vroeger in de winkel, deden wij het ook. We maakten er een sport van. Die gingen echt zeggen, nou, die producten gaan we vandaag promoten. Hoe gaan we daar het beste verkoopverhaal bij houden? En dan gingen we oefenen. En, ja, het beste verhaal pakten we. Ja. Dan kijken we of het werkte. Nou, dat werkte vaak. Oké, okay. Duidelijk. En dan, technische mogelijkheden. Misschien moeten we even starten met een filmpje. Ja, misschien is het wel leuk om te zien dat, zeg maar, wat er allemaal technisch mogelijk is. Ja. The way we shop is changing. Websites are behaving more like stores. And stores are behaving more like websites. Whether it's mobile ordering or interactive mirrors, retailers are innovating to offer rich experiences that integrate digital touchpoints at every step of the way. With the physical and the digital converging, we head to Pioneer Court in Chicago to find out where the customer of tomorrow will shop. The Store of the Future is an immersive retail experience that combines the high-touch benefits of brick and mortar with the high-tech features of online shopping. This display is made up of hundreds of individually programmed modules, allowing retailers to show as much or as little as they'd like. Then there's these React tables. These interactive digital displays show information depending on what you're interested in. Like this pair of shoes? Let's see if they carry your size. Nou, ik denk heel mooi. Het is Engels, maar het spreekt voor zich. Je ziet gewoon wat voor mogelijkheden er zijn. Er staan hier een paar hele mooie termen op het scherm. Ja. Dat is eigenlijk niet zo heel spannend. Er zijn heel veel technieken. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te snappen wat die verschillende dingen kunnen. Dat je je ook weer niet laat verrassen door die klant. Heeft hij geen beacons? Als jij niet weet dat beacons hele kleine zendertjes zijn waar je iets kan communiceren met de klant. Ja, dan laat je je eigenlijk dus verrassen. Dus augmented reality, die mooie brillen waar je allerlei dingen in kunt laten zien die de echte wereld, zeg maar, verrijken met online dingen. Ja, je moet gewoon weten dat het er is. En vervolgens moet je heel goed gaan afvragen, past dat bij mijn verhaal? En wie gaat dan het verhaal vertellen? Ik heb bijvoorbeeld gisteren een hele dag in Amersfoort met robots op straat aan klanten, bezoekers in de straat gevraagd of ze misschien met een robot, zeg maar, uit zouden kunnen plassen. Nou, grappig, dan zie je ook gewoon dat er beperkingen zijn. Hè? Op het moment dat je praat, dan hebben wij contact. Ja. Maar een robot kan niks aangeven. Nee. Dus niet deze robot. Dus je moet heel goed gaan nadenken. Ja, waar is het een soort estafetteloop? Waar geef je het stokje door? Soms kan, zeg maar, een augmented reality, dus een toevoeging op de werkelijkheid. In interieur zie je dat ook heel interieur bijvoorbeeld. Dan kan het heel interessant zijn. Ja. En daar heb je ook de tijd. De kleur van de bank. Ja, dan heb je ook de tijd. Want als jij duizenden euro's gaat uitgeven voor een nieuw interieur, ja, dan is het mooi om zo'n bril op te zetten. Maar voor een goedkoop t-shirt ga je dat niet doen. Nee. En dus je moet ook gaan nadenken op welk moment. Maar het begint al. Ga lekker op YouTube kijken. Er zijn op verschillende plekken. Recent was het is nu weer weg in de Beethovenstraat. Een heel mooi initiatief van de Store of the Future in Nederland. En daar kon je op allerlei manieren zien hoe inspirerend een verkoopgesprek kan worden. Alleen, het moet wel verrijken en iets toevoegen en niet het proces vertragen. Nee. Dus het gaat vooral om
welke functie, welk nut heeft zo'n techniek, zeg maar, ja, bij de hele verkoop? Dus wat je vooral in het filmpje ziet, is dat je die mix hebt. Dus allerlei technische functionaliteiten in de winkel. Dus je dat heel goed kunt combineren. Maar dat je wel op het moment dat je dat doet, dat dat gebruikt wordt, dat het ingezet wordt, moet je er goed mee kunnen werken. Moet je het ook goed kunnen uitleggen, goed het verhaal. Dat is de tweede stap, zeg maar. Dat is ook, was ik vergeten, maar dat is ook interessant. Hè. We hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden introducties gehad van hele mooie tweet mirrors. Daar kon je voor gaan staan. Je ziet ze nog wel eens in winkels. Een leuk fotootje delen op social media. Zo'n apparaat kost heel veel geld. En dan zie je dat winkelmedewerkers eigenlijk het nut niet snappen van. Nee. En de kans niet zien hoe belangrijk het is dat een winkel e-mailadressen heeft. Hè? Dat is je vervolgcontact. Nou, als je e-mailadressen kan verzamelen door iemand te verleiden, nou, om bij de paspiegel te gaan staan. Ja. Zo, maak een leuke foto. Ja, dan hebben we je mailadres. Nou, als je dat niet snapt en je bent daar niet actief mee bezig, dan is het een heel duur apparaat, ja, wat niks doet. Ja. Dus dat moet je jezelf ook dan echt eigen zien te, ja, maken. En dat moet uitgelegd worden. En ik, ja, zou dus ook vragen aan mijn werkgever, als ze iets neerzetten, ja, waarom zetten we dat neer? En kan ik daar iets, ja, mee? En waarom is dat zo belangrijk? Ja, want jij ziet wel gebeuren, er is techniek in de winkel, maar wordt er maar mondjesmaat echt toegepast? Ja, dat wordt mondjesmaat gepast. Dat kan ik me ook voorstellen, want het hoeft niet allemaal zo snel. En soms duurt het jaren voordat iets echt handig commercieel is. Dus je moet wel kleine testjes doen, proberen. En dat goed met elkaar bespreken. Hè. Het is niet in één keer dat je kan zwemmen. Je moet ook zwemles hebben, zeg maar. Dus het gaat in stapjes. Maar vooral moet je begrijpen, zeg maar, waar het toe leidt. Hè. Ja. Waarom heb je het nodig? En hoe kan dat, en niet als een bedreiging, hè. Robots zeggen zo, ja, dat zorgt dat er minder werk is. Maar uiteindelijk moet die robot ook leren praten, moet die dingen doen. Ja. Dat moet er weer, hè. Dus het werk wordt ook soms door al die techniek een stukje verlegd. Ja. En je ziet dus ook dat de werknemer niet alleen maar meer degene is die de verkoop doet. Maar ook steeds meer functies in de winkel gaan over dit soort technische dingen. Ja. En in feite worden dat ook stukjes van het verhaal dat je aan een klant vertelt. Jij komt in heel veel winkels, jij ziet heel veel. Als je nou kijkt naar deze technische mogelijkheden, wat vind jij dan voor jouzelf, of wat je ziet in de winkel, een goede techniek of iets wat al goed ontwikkeld is en wat echt iets doet? Nou, wat ik heel mooi vind is bijvoorbeeld in de paskamer en bijvoorbeeld scantechnieken, dat je bijvoorbeeld met je mobiel een product kunt scannen en dat je meer informatie, zeg maar, op je mobiel krijgt, of dat je weet of jouw specifieke maat ook hier in het filiaal is. Hè. Dus hele concrete kleine stukjes, maar ook bijvoorbeeld dat ik iets kan scannen en dan combinatiemogelijkheden zie. Ja. Ik kan me voorstellen dat als het warm weer is en je bent een vrouw en je wil een rok kopen, dat het interessant kan zijn om te zien hoeveel combinaties je kan maken. Dat je ze niet allemaal zelf wil proberen. Nee. En nou, als het snel en makkelijk gaat, hè, bij de paskamer, en de mensen helpen, dienstverlening, zeg maar. Ja, jij bent ook wel eens in een interieurzaak geweest in Amsterdam, waar ze al heel veel technische snufjes toepasten. Ja. Daar was jij heel gecharmeerd van. Ja, je hebt bijvoorbeeld een Engels bedrijf. Dat is begonnen als een online bedrijf. Dat heet Meet.com. En dat zit op het Rockin. Naast de nieuwe Hudson Bay die recent geopend is. En die winkel die heeft ook niet de naam winkel. Maar dat is een showroom. Ja. En in die showroom staan rekjes. En daar pak je een tablet uit. Ja. Dus geen enkel artikel in die winkel is, in de showroom is geprijsd. Er hangen alleen maar tags aan de producten. En op het moment dat je je mobiele tablet pakt en je houdt het boven die tag, dan komt automatisch de informatie erop. En dat kan je dan naar jezelf toemailen. Ja. Dus je zegt, nou, ik wil erover nadenken of je wil het afrekenen. Ja. Dus je krijgt alles in je inbox? Of... Ja, dus je kunt ook steeds vaker, in Amerika heb je al supermarkten waar je gewoon contactloos betaalt. Hè? Dus je geeft gewoon dingen aan en je hoeft niet meer langs een kassa. Dus je ziet steeds vaker dat techniek gewoon ook het winkelen makkelijker maakt. Ja. En de medewerker misschien ook al op die manier. En ontlasten, want dan kan jij gewoon de tijd weer gewoon gebruiken om andere dingen te doen. En om die klant misschien die meer tijd nodig heeft, gewoon om dat te geven. Dat één op één contact. Ja, dus het is een mix. Oké. Communiceren, net zo belangrijk. Er kan veel, maar wat mag er? Wat kan er? En met welk doel doe je het? Laten we eens kijken. Op de verkoopvloer. Nou, ik denk dat je gewoon heel goed na gaat denken, wie is waar goed in. Dus het is een team op een winkelvloer. Het bestaat uit meerdere disciplines, meerdere competenties. Niet iedereen is goede verkoper. Verschillende types, hè, qua karakter, maar ook gewoon waar ben je goed in. Dus de een is heel goed in, heeft misschien een studie gevolgd in visual merchandising. Ja. Nou, laat die persoon dan alles doen wat te maken heeft met hoe je het etaleert. En laat die dan verantwoordelijk zijn. Je ziet steeds vaker dat degene die ergens voor geleerd heeft of ergens goed in is, dat die de verantwoordelijkheid krijgt en ook dingen mag beslissen.
Je ziet zelfs winkels waar ze budgetjes zelf mogen beheren. Okay. En dan krijgen ze echt gewoon de autonomie om gewoon het feestje te bouwen rond het thema bijvoorbeeld fashion merchandise. Ja. Of bijvoorbeeld horeca. Je zegt, nou, jij hebt een passie voor lekker eten. Ja. Jij wordt chef of hoofd horeca. En alle klanten die hier koffie krijgen, nou, hoe je dat kopje neerzet, wat je doet, daar kan je verschil mee maken. Ja. Ook dat is communiceren. Want dan heb je het over horeca in de winkel. Want daar is wel altijd veel over te doen. Je kunt het op twee manieren bekijken. Je kunt natuurlijk horeca in de zin van geld verdienen. Er zijn al winkels die voor 20% afhankelijk zijn van de omzet van horeca. Maar je kunt ook gewoon zeggen, bij onze gastvrijheid hoort een kop koffie of een lekker glaasje drinken. Ja. En het zit weer in die kleine dingen. Ik vond het laatst heel mooi in Rotterdam. Ik kwam je in de winkel, warm weer. En daar was een heel mooi tablootje neergezet met glaasjes water, mintblaadje erin. En dat stond er zo vrolijk bij. Ja, dat heel vind ik veel uitnodigend. Op het juiste moment. Op het juiste moment, glaasje water. Ja. En dus ook gaat het hier om communiceren. Ben je echt? Ja. Ben je puur? De details dan. Details, hè? Maak je er een feestje van. Hè? En hetzelfde geldt voor de verkoop. Iemand die gewoon schuw is, misschien niet zo ad rem. Of ja, misschien kan iemand heel goed luisteren. Ja. Is dat misschien wel de beste verkoper? Ja. Het gaat om, wat heb je als inborst in je? Ja. En welke vaardigheden kan je aanscherpen? Daar moet je gewoon samen. Maar uiteindelijk voor de bezoeker, de gast, is het totaal pakket. Ja. En al die dingen moeten gewoon goed. Dan zie ik hier ook wel een linkje met webinar nummer 1. Die ook ging over begrijpen en zien. En ook jezelf goed begrijpen. Daar hoort dit dan ook wel een beetje bij. Want je moet dan ook goed jezelf kennen. En eerlijk zijn naar jezelf. Wat zijn je sterke kanten? Wat zijn je sterke punten? Ik denk dat je gewoon, kijk, communiceren en in winkels werken, dat is ook dienstbaar zijn. Hè? Ja. Dus gastvrijheid is ook vaak jezelf wegcijferen en je gasten belangrijk maken. Ja. Als je dat niet in je hebt en je vindt het helemaal drie keer niks en er is geen baan voor een van die technische dingen, ja, dan kan je misschien beter, dat klinkt cru, maar een andere baan gaan zoeken. Ja. Want je maakt het voor je collega's heel moeilijk en uiteindelijk zal het gewoon niemand verder helpen. Nee. Dus als je in iets gelooft en je weet gewoon wat je mag, ja, dan kan je gewoon hele mooie verhalen gewoon vertellen over alles wat je kan. En als je dan vaardigheden misschien nodig hebt, dat kan je bijschaven. Ja. En dan kan je voor op training. En er zijn hele mooie cursussen allemaal voor. En een goede website. Een website, maar het gaat uiteindelijk om werkende winkel. Ja, vind ik echt super saai. Ja. Het is nu een paar jaar en het is gewoon super. Ik zou echt iedereen aanbevelen. Hè, ik ben daar misschien nu toevallig, maar ga er vaker kijken. Ja. Inspirerend, kennisoverdracht. Je bent er afhankelijk van. Ja. Dus in ieder geval communiceren en dat kan op intern en ook van binnenuit naar de klant. Ja. En er is meer dan alleen die verkoper die communiceert. Ja, nou, je hebt natuurlijk nu tegenwoordig het hele online gedeelte. En dan kan je zeggen, ja, we hebben iemand die is de Facebook specialist. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, nou, we leggen het nieuwe Hudson Bay. Dat wordt nu, zeg maar, is net geopend. En er worden nog meer geopend de komende weken. Daar hebben ze echt een webcare team. Ja. En die staan echt voor hospitality. Dus voor alle klantcontacten. Ja, dus daar worden ook cadeautjes weggegeven. Daar gaat het alleen maar om de maximale, zeg maar, tevredenheid van de mensen. Dus we willen allemaal daar dat wauw-gevoel neerzetten. Dus dat communicatief is net zo belangrijk als de klant die daadwerkelijk de drempel van de winkel opent. Ja, iemand die misschien vraagt van, joh, wanneer is de winkel open? En die heeft contact met de helpdesk of met iemand die webcare doet. Hè, omdat een bericht tegenwoordig ook binnenkomt via Facebook. Ja, of juist. Of via message, of juist. Genoeg klanten die denken, ik krijg hier mijn zin niet. Ik zoek het direct op. Ik doe het op een WhatsAppje of op een Facebook Messenger. Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is dat je na gaat denken, welke kanalen stellen wij open? Ja. Een ander mooi voorbeeld vind ik in de woonbranche, het bedrijf Bolia.com. Ja. Ik heb wel eens geteld, die hebben bijvoorbeeld op hun website 25 manieren hoe je contact kan zoeken. Die laten het gewoon zien en in die contactmomenten zijn ze ook heel professioneel. Ja. Een bedrijf als bijvoorbeeld Shoe, een Engelse schoenenketen. Ja. Die vindt het heel belangrijk dat in hun communicatie, zeg maar, mensen binnen 10 minuten, zeg maar, een antwoord krijgen als er een mail is. Okay. Binnen 6 seconden moet de telefoon worden opgenomen. Ja. En binnen 3 minuten moet een social media bericht beantwoord zijn. Dus hoe je ze ook contact, je hebt altijd binnen een bepaalde... Ja, je moet er afspraken over maken. En dat is denk ik het belangrijkste bij ondersteuning. Hè, je hebt elkaar nodig, duidelijkheid creëren. Wat verwachten wij van onszelf? En hè, welke dingen moeten we kunnen? Maar allemaal eigenlijk op het hogere doel. Hoe gaan wij onze gasten het wow-effect geven? Een onvergetelijke moment te creëren. Ja, want dat moet dan eigenlijk iedereen binnen het bedrijf, ongeacht de functie die je hebt, of je nou op de vloer staat of daarachter. Iedereen moet er allemaal heel erg zijn. Bewust van zijn dat je rol is. Ja. Oké.
Social media kwam al eventjes voorbij. Nou, ga kijken. Onmisbaar en niet meer weg te denken nu, denk nee, ik. Nee, alleen de volgorde wordt vaak omgedraaid. En daarom hebben wij hem zo neergezet. Het gaat uiteindelijk om niet dat je op Facebook zit of op Pinterest. Maar je hebt van tevoren bedacht, hoe wil je met je klanten omgaan? Ja. Wat vind je belangrijk? Welk gevoel wil je die klanten meegeven? Hoe wil je ze aan je verbinden? Nou, dan moet je gaan kijken, welke van de social media kanalen, mogelijkheden heb ik? Ja. En hoe ga ik dat dan inrichten? En dan komt ook de vraag, ja, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Want ik kan me ook voorstellen, ja, als het niet duidelijk is, hè, dat de verkoop op de winkelvloer staat en met klanten bezig is, ja, dat niet iedereen opeens, zeg maar, op Facebook bezig kan zijn. Want dan verlies je het oog op de winkelvloer. Maar je hebt elkaar nodig, het is een samenspel. En het is goed nadenken over de verschillende opties. Wie kan dan dat het beste doen en op welk moment? Want je hoeft natuurlijk niet 24/7. Je krijgt ook een beetje hoe je mensen opvoedt. Wat ik wel heel belangrijk vind, ook met communiceren, social media. Dat gaat niet alleen om zenden. Dat is ook de dialoog voeren. Ja. Dat is ook gewoon tweerichtingsverkeer. Ja. Dus daar moet je ook altijd alert op zijn. En je moet echt klaar zitten om ook te kunnen reageren. Ja, en ook zelf reageren. Dus als je bijvoorbeeld 's morgens de eerste uur gewoon geen klanten hebt. En je hebt wel bijvoorbeeld dat jij je top 10 of 20 aan klanten kent. Ga dan eens gewoon een half uurtje. Of doe het in het weekend. Ik zie zelf die scheidslijn werk en vrije tijd op die manier niet zo zwart-wit. Als je werk leuk vindt. En je houdt van je klanten en je weet gewoon dat je ze blij maakt door contacten te zoeken. Ja. Ga dan ook eens een keer op hun social media pagina's reageren. Ja. En ga niet wachten totdat ze jou bellen of dat ze bij jou een post doen. Dialoog zoeken. Dus communiceren is ook een beetje een stapje voor zijn misschien. Vooral en ook initiatief nemen. Initiatief nemen en ook gewoon, als jij het niet neemt, maar je ziet iets, tip dan degene die er verantwoordelijk is. Maak er een feestje van. Ga niet kinderzinnen van jij wel, mijn klant. Nee. Het is jullie klant, het is jullie gast. Ja. Uiteindelijk willen mensen aandacht, dat weet je. Nou, geef ze het dan daar waar het gewoon uiteindelijk ook het meeste effect heeft. Het gaat niet alleen maar om contact. Ook daar weer moet je heel goed, en dat is ook nog met communiceren. Het moet ergens toe leiden. Ja, doelgericht. Vakwoord conversie. Het moet wel leiden tot uiteindelijk gewoon een stap zetten. Zeg maar. Niet alleen maar heen en weer kletsen. Ja, uiteindelijk moet iemand een mailadres afgeven. Ja. Of iemand moet een bezoek aan de winkel doen. Waar je iets mee kunt uiteindelijk. Een ambassadeur maken van je winkel bijvoorbeeld. Ja. Goed. In een notendop. Om verhalen te vertellen moet je de juiste kennis hebben. Dat is wel heel erg belangrijk. Absoluut. En daar kan je zelf een belangrijke rol in spelen. Maar ook vraag je werkgever om zoveel mogelijk met je te delen. En ga ook zelf op zoek. Je moet echt interesse hebben in de producten en je klanten. En als je dat hebt, dan straal je dat uit. En dan heb je eerder blije klanten. Communicatie is overal, dat hebben we al gezien. En jouw opsomming, zowel in de winkel, sociaal, mensen onderling. En zoek het juiste middel bij het juiste moment. Want dan kan je echt het beste scoren. Ja, wees je bewust dat wat jij erin stopt aan energie en aan kennis, dat krijg je ook terug. Dus uiteindelijk net met kinderen, je krijgt ze zoals je opvoedt. En ook met communiceren, alle contacten. Klanten komen zeg maar, ook naar jou terug, hoe je ze zelf zeg maar, hebt opgevoed. Ja. Okay. En daar heb je heel veel impact en heel veel invloed op. Heb je vragen? Stuur dan een berichtje aan Harry. Hij gaat ze beantwoorden en dat gaat hij zo snel mogelijk doen. Wil je meer informatie? Wil je meer inspiratie? Ga dan naar de website www.werkindewinkel.nl. Die is er speciaal voor medewerkers in de branche. Daar vind je alle mogelijke informatie die voor jou specifiek heel handig kan zijn. Als je in de winkel werkt, of dat nou op de vloer is of op de achter. Ik had het al even gezegd, het webinar bestaat uit 3 delen. Dit was deel 2. Er is dus nog een deel 1 en een deel 3. Je kan ze los van elkaar volgen of allemaal achter elkaar. En we hopen dat je de andere 2 ook gaat volgen. Dit was het voor nu. Hoi. Dankjewel.